ben Wouter Kamphuis en begonnen op deze plek sinds 10 jaar geleden met een biodynamische boerderij. Met hele groenten, vooral voor de consument direct. En daarnaast is het een klein gemengd bedrijf. Ook een beetje akkerbouw, een beetje gras en een beetje vee, dus een beetje koeien. En niet alleen het produceren vinden we belangrijk voor de consument, maar ook de natuur een beetje verzorgen. En waarom? Dat is belangrijk. Gewoon, dat is mooi. Daar genieten we zelf van. En dat is het bedrijf veel mooier. Het is natuurlijk belangrijk om het ecologisch evenwicht te versterken. Zodat we een evenwichtiger en meer krachtig bedrijfsecosysteem krijgen. En op die manier minder last van eenzijdige aantallen van ziekteverwekkende beesten of plagen die verraad in de groentes kunnen veroorzaken. Dus dat is in mijn ogen is dat een win-win situatie. Dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen. En het hoort er gewoon bij. De bloemen die hebben een belangrijke plek in de landbouw. Niet alleen de dingen die we kunnen oogsten om op te eten, maar de vlinders, de bijen, de insecten, de bloemen, dat hoort er allemaal bij. Dat is essentieel onderdeel. Dat is gewoon je werk als boer om dat ook mee te nemen en ook te verzorgen. Ik zaai elke jaar een aantal stroken tussen de gewassen waar het dan gewoon om de bloemen gaat. Maar ik heb eigenlijk dit jaar voor het eerst het mengsel van kruidhoek van de echt wilde inheemse Nederlandse bloemen. En tot nu toe was het vaak boekweit, phacelia, lijnzaad, zonnebloemen, dat soort dingen. Dat heb ik nu ook nog wel een beetje gezaaid, maar ik vind dit eigenlijk wel mooier. Dus dat bevalt me goed. Ze doen het mooi. We hebben hier niks aan gedaan in feite. Alleen een beetje schoffelen tussen de rijtjes, dat wel. Dus ik heb wel op rijtjes gezaaid zodat ik dat met de trekker kon doen. Maar met de hand gaan wieden, daar heb je natuurlijk geen tijd voor. Dat is gewoon niet meer tijd. En ze hebben wel wat water meegekregen, want ik heb dus die aardbeien beregend. De haven zelfs ook een keer, omdat het zo droog was. Maar zonder water zouden ze het ook prima doen, heb ik het idee.